Weet ik niet. Je moet halverwege de nacht op. Mensen slapen onrustig. Mensen eten vaak wat rommeliger. Hè. Er wordt langs de kant wat aangeboden. Noem maar op. Op de eerste dag van de Vierdaagse van 2006 komen twee wandelaars om het leven. Dinsdag zijn 69 wandelaars opgenomen in het ziekenhuis. Twee daarvan zijn overleden. Hierna is de Vierdaagse afgelast. Het duurt een jaar voordat het Vierdaagse onderzoek wordt gestart. Een onderzoek dat zich richt op onder andere vochthuishouding, warmte en het hart. Eigenlijk is het zo dat heel veel mensen denken dat wandelen een hele eenvoudige manier van bewegen is en van inspannen is. En dat is eigenlijk ook zo, want iedereen kan het. Je hebt er eigenlijk niks voor nodig, alleen een paar goede schoenen. Je kunt het overal doen, je kunt het altijd doen. En dat maakt wandelen heel erg mooi en heel erg interessant. Maar een vierdaagse wandelen, dus 30, 40 of 50 kilometer per dag en dat vier dagen achter elkaar, dat vraagt natuurlijk veel meer. Sommige mensen trainen al maanden voordat het startsein luidt. Wilma Ebbe doet dit iets anders. Dit jaar loopt ze haar 45ste editie. Maar trainen, dat heeft ze nog niet gedaan. Nee, ja, ik heb vorige week mijn schoen uit de stof gehaald. Ik heb nog geen meter getraind. Ik hoop dat ik nog wel wat kan gaan lopen. Ja, er zijn wel jaren ben ik wel wat trainen hoor. En het is gewoon ook beter om het te doen. Ik zou het iedereen aanraden om voor de Vierdaagse te trainen. Je bent nu al een beetje laat, maar goed, je hebt nog een maandje. Hè? Dus ook al heb je nog niet getraind, dan zou ik zeker zeggen, ga nu nog komende weken een aantal keren 20 kilometer lopen, 25 kilometer lopen of meer. Maar de meeste mensen zijn gelukkig in training. Want het is echt ook voor je gewrichten, je pezen, je aanhechtingen. Het is zo'n zware belasting om die afstand te lopen. En dat ook nog een keer vier dagen achter elkaar. En wat je niet wil is dat je een half jaar daarna nog last hebt van blessures en ander leed. Ja. Dus trainen en voorbereiden op de Vierdaagse is heel erg belangrijk. Zou ik iedereen adviseren. Honderden mensen hebben al meegedaan aan het onderzoek. Intussen is er al veel meer bekend over wandelen en de effecten op de gezondheid ervan. Naast dat de Vierdaagse heel leerzaam is, blijft het altijd vooral superleuk. Wat heel erg gezond is, is de voorbereiding voor de Vierdaagse. Dus hè, je ziet het ook al maanden, zie je mensen overal wandelen. Dus dat is heel erg gezond. En bovendien zijn er ook heel veel mensen die dan merken in die voorbereiding van hé, dat wandelen is eigenlijk heel leuk.